De acute zorg wordt overbelast door het toenemende aantal ouderen. Hoe kunnen we de ouderenzorg in Nederland op een andere manier organiseren? Tijdens het Zorgvisiecongres Ouderenzorg op de juiste plek vertelt Sophia de Roy over Hospital at Home. Een concept waarbij ziekenhuiszorg thuis wordt aangeboden. Wat zou er anders kunnen aan hoe de ziekenhuiszorg en vooral de acute ziekenhuiszorg nu aan ouderen wordt geboden? Ik denk dat we meer met elkaar in gesprek moeten over wat er allemaal mogelijk is. En dat ziekenhuis niet per definitie de enige en de eerste oplossing moet zijn. En dat betekent dat de kennis die bij iedereen al is, samengedeeld moet worden. Dan kun je eigenlijk ook in een eerdere fase nadenken over wat nodig is. Waarom is het ziekenhuis niet de beste plek voor veel mensen om te herstellen? Je hebt niet je eigen spullen bij je. Je hebt geen eetlust. Dus je eet het eten niet op. De mensen die je motiveren om nog iets te doen, die komen alleen tijdens bezoektijden. Je ligt met andere mensen op een kamer soms. Dus voor mensen die niet helemaal goed het overzicht hebben, is het ziekenhuis, behalve dat er heel veel goeds te verwachten is, ook een plek waar je onverwacht minder goede dingen kunt oplopen. Nou, is Hospital at Home een oplossing, zeg maar, om ziekenhuiszorg dichterbij een patiënt te organiseren? Ja. Ja. Wat is de verbetering? Nou, voor een deel van de mensen die wel ziekenhuisbehandeling nodig heeft, kan die ziekenhuisbehandeling eigenlijk heel prima thuis. En dat zal wel moeten, want we krijgen 3 keer meer 80-plussers. En het ziekenhuis is voor die mensen niet per definitie de beste plek om weer te herstellen van de acute ziekte of van de crisis. En zoals deze zijn er nog meer mogelijke oplossingen. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan over nieuwe samenwerkingen. Zo organiseren we samen ouderenzorg op de juiste plek.